Beste kijkers, het is al 4 dagen een beetje aanmodderen op het AIX speelveld. Vandaag weer een kleine zwarte candle aan toegevoegd. De swingteller een tandje lager naar min 2. En de RSI nipt onder de 50-lijn en alweer dicht bij de dynamische oversoldlijn. Dus het is aanmodderen zoals gezegd. Het is wachten op een duidelijk impuls uit het veld waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. Is dat misschien toch nog een beetje druk zetten op de groene steunstreep op ruim 7,71 vraagteken? Als daar wordt gebodemd, dan mag je dat zelfs gaan zien als een kleine dubbele bodem. En dat geeft dan weer voeding voor een opleving naar de eerste rode streep en die ligt op 7,92 in het veld. Met daarboven 7,98 als haalbaar koersdoel. Maar goed, dat zijn allemaal trajecten die de beer en stier mag afleggen. Maar dan zullen ze wel een duidelijk initiatief moeten tonen. Wie neemt wat dat betreft als eerste het heft in handen? De trend als zodanig is nog positief. We praten over een milde correctie. Eerder een correctie in tijd, beter gezegd, dan in prijs. En zolang de koers wat dat betreft boven 7,65 tot 7,62 blijven wegen, is nog steeds het meest waarschijnlijke scenario bodemvorming als opmaat voor een vervolg of hervatting, zo u wilt, van de uptrend naar de genoemde rode zone. Het is even niet anders. We wachten op een duidelijk signaal uit het veld waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. En nogmaals, ik zet in op bodemvorming en daarna hogere koersen. De DAX laat een beetje eenzelfde beeld zien. Daar onveranderd vandaag en ook hier zijwaarts al veel langer dan bij de AX het geval is. Nauwelijks tot geen duidelijke impulsen. Heel licht positief wat betreft de indicatoren, maar de candles die kleuren zwart. Dus wat dat betreft zijn er wel wat tegenstrijdige geluiden. Ook hier, en je zou het nog anders kunnen zeggen, we noteren midden tussen rood en groen. En dat betekent vanaf de middenstip een opwaarts bewegingje naar de rode zone op 17.000 of een afdaling naar 16.500. Een saai speelveld, vanaf de middenstip kun je dus twee kanten op, het is even niet anders. En wat dat betreft is wellicht een zijlijnpositie de beste optie om gewoon even te wachten op een duidelijk teken van beer en of stier. Over kansen gesproken, ik neem je mee naar de dagkaart van Adyen. En daar zien we schoolvoetend dat de bulls toch gaan proberen naar hogere niveaus te krabbelen. En wel naar de rode streep op 1231, maar dat begrijpt u. Gisteren een swing plus 1 standje op de swingteller met groene staaf, maar nog geen enter long coaching stip. Die verschijnt vandaag wel bij de tweede groene staaf van de DBS indicator. En dat komt omdat de candle netjes wit kleurt, RSI boven de 50 lijn. Dus er vloeit ietsje meer potentieel, iets meer momentum in de grafiek. Als je goed kijkt en goed meet, mag het vandaag zelfs een bullish engulfing patroontje genoemd worden. Dus zoals gezegd, schoolvoetend, maar wel hoopvol naar wat hogere niveaus. Dat is de weg die de bulls mag afleggen. Naar beneden toe is er best wel wat veel correctieruimte tot 10,95. Mochten we daarheen gaan, dan gaan we wellicht een dubbele bodem zien. Maar met deze voortgang, gelet op alle rangen en standen, acht ik het aannemelijk te veronderstellen dat de bulls van plan zijn om naar de rode streep op te stomen. Ik wens u een prettige avond.